Kijkers, minister Gilmour Hoefdraad van Financiën schenkt, zoals u weet, wekelijks levensmiddelenpakketten aan landgenoten met een armoedig bestaan en ook aan mensen met een beperking. En deze pakketten worden door 1 voor 12 tot aan huis geleverd aan eerder genoemde doelgroep. De distributie van de pakketten was deze week in het district Wanica en wel de Adienweg. We brengen u het volgende hierover. Kijkers, ook deze keer heeft mevrouw Nantelaal enkele seniorenburgers en mensen met een beperking bij elkaar getrommeld in het district Wanica met de bedoeling een pakket te overhandigen. We vuren u naar dat moment. Ik ben hier nou heel erg dankbaar voor. Ik zal er een gretig gebruik van maken. Dank u wel. Alsjeblieft, ook hetzelfde voor u. Heel hartelijk dank. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, bedankt voor iedereen. Dank je wel. Alsjeblieft, mevrouw. Ja, hartelijk. Allemaal dank. Ook voor uw pakketje. Hartelijk dank. Ik ga zeker gebruik maken van uw pakket. Alsjeblieft, mevrouw. Oké, dank je wel. Dank je wel. Ook voor uw pakket, mevrouw. Dank u wel, dank u wel. Ook voor u? Ja, dank. Oké, ja. Alsjeblieft. Dank u wel, Stadje. Dank u wel. Ja, dank je wel. Ja. Vanuit alle bewoners aan die weg, heel hartelijk dank. Ja. Mevrouw Nantelaal, het is u wederom gelukt een paar mensen bij elkaar te trommelen om natuurlijk de pakketten van minister Hoefdraad te overhandigen. Hoe is het allemaal aan toe gegaan? Wel, het is heel goed gegaan vanaf ik ben begonnen op Paranaam met het verdelen van pakketten. Zo heeft men me gezien, gebeld, van me gehoord. En ze hebben ook gevraagd van kan je ook op Adienweg komen, want hier hebben we ook mensen die behoefte hebben aan een pakket. Zo met meneer Vismalen gesproken. En ja, vandaag is de dag aangebroken waar we de mensen tegemoet mogen komen voor een pakket. En nu ziet het heel blijde gezichten. Anderen die barsten in tranen uit, want ze hadden het ook niet verwacht. Maar ik wil minister Hoefdraad hier bedanken voor. En we gaan door met het goede werk. Meneer Vismalen, heel hartelijk dank. God zal u zegenen met dit goed werk waarmee u bezig bent. Ook aan u dank dat u aan deze mensen hebt gedacht. Dank u wel.